Max Havenaar en student Meike loopt hier stage. Ze studeert Food Commerce and Technology en ik ga haar vandaag vragen wat haar stage inhoudt en wat vertraining bijvoorbeeld is. Dus kijk gezellig mee. Hoi, ik ben Fanke en jij gaat me vandaag alles laten zien en alles vertellen wat hier gebeurt op jouw stageplek. Ja. Stel jezelf even voor. Ik ben Meike Riemens. Ik loop stage bij Stichting Max Havenaar bij de communicatie en marketing. En bevalt het? Ja, ik vind het echt superleuk. Ja, echt wel. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Misschien ook vertellen wat Fairtrade precies inhoudt. Want ja, ik liep bijvoorbeeld door de supermarkt en ik zie van alles, maar ik denk wat is nou eigenlijk Fairtrade? Ja. Nou, Fairtrade is dus een keurmerk wat op producten zit. En met de stichting helpen we boeren en arbeiders een betere plek in de handelsketen te verwerven. Zodat zij ook echt kunnen leven van, van hun inkomsten die ze hebben door bijvoorbeeld het planten van koffie en andere producten. Hier werk ik. We hebben flexplekken, dus eigenlijk zit ik overal wel eens. Ik zit hier ongeveer met 18 collega's. We zitten nu in het Bananalab. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd waarom je voor deze stage hebt gekozen. Ik heb voor deze stage gekozen bij Stichting Max Havenaar. Omdat ik graag ergens stage wou lopen waar er werk wordt gedaan wat echt zin heeft voor de wereld. Hoe ziet een werkdag er voor jou uit, zeg maar, een stagedag? Ja, ik kom ongeveer om 9 uur hier aan. Dan even gezellig een theetje. En dan ga ik zitten, check ik even mijn mail of er nog iets is geweest. Check ik even de social media van Max Havenaar, omdat we toch wel bijna elke dag iets posten en daar wel reactie op komen. Ik moet nog een opdracht doen voor school waar ik aan moet gaan zitten. En soms heb ik een vergadering met collega's. Sluit het een beetje aan bij je opleiding? Is het zeg maar wat je ervan verwacht had? Het sluit zeker aan, want ik kom echt dingen tegen die ik op de opleiding ook gehad heb. Dat je denkt tijdens de lessen van waarvoor hebben we dit nodig? En dat je nu opeens er tegenkomt dat je denkt van, oh ja, dat was het dus. Hoi, ik ben weer thuis van Max Havenaar en ik wou nog even laten weten dat ik het een superleuke dag vond. En denk je nou ook van, zo'n vet stage, dat wil ik ook doen? Kom dan kijken bij de open dag en kijk of Food Commerce and Technology bij je past.